Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stoffel de Naald. Voor vandaag had ik jullie al beloofd dat ik jullie een filmpje zou laten zien van het afgelopen Vogelpopfestival. Ben ik naartoe geweest. Jullie weten je misschien nog wel te herinneren dat ik in 2019 ook wel eens een filmpje heb gemaakt over Vogelpop. Dat was dat jaar. Nee, dus dit is afgelopen weekend geweest. En kwade tongen beweren de geruchten gaan dat het ook nog wel eens de laatste kan zijn omdat de organisatie er flauw van is. Dat is jammer, maar helaas, maar ik hoop van niet, maar waarschijnlijk wel. Daarentegen kan ik jullie dus nog wel beelden laten zien. Een beetje een sfeeropname, hè, hoe zo'n festivaletje in elkaar steekt. Het is dus lekker kleinschalig in Ansen, dat is richting Ruinen. Dus ook niet al te gekke ver weg, niet duur en altijd ontzettend gezellig. Dus nou, laten we gaan kijken. We beginnen met beelden van mij en Martijn die net bij de camping aanbeland zijn. Maar ja, als je biertje dan eenmaal op is, ga je toch richting het festivalterrein. Om te kijken wat er zo al speelt. Dus je staat even in de rij, koopt even wat puntjes. Kijk ondertussen nou, waar je wezen moet. Want het is een lekker gevarieerd festival. Of je nou komt voor spoken word hip-hop of voor doom, black, death metal, techno iets. Voor iedereen is er altijd wel wat wils. Dus ook ja, de mensen die er komen zijn van allerlei pluimage. Wat het altijd weer een feest maakt, ook voor het oog en voor het oor. En bij het nuttigen van ons eerste biertje maakt het dus niet uit of we een band zien waar, nou, waar ze optreden voor één man of twee. Nou, vooruit een paar meer. Of ze hiphoppen erop los met een heel stel mensen. Ook niet verkeerd. Of je bent lekker voor de meute ja, de frustraties van je aan het afschreeuwen. En toch kan je dan ineens ook tegen een cult, mag ik wel zeggen, muzikanten lopen. Luister eens naar dit prachtige nummer wat hier vertolkt wordt. Kwaliteit en top, dames en heren. Maar eens te meer laat zien dat dit een lekker laagdrempelig festival is waar iedereen nou ja, aan zijn trekken komt. Dit jaar waren er wat minder nevenactiviteiten. Je ziet hier een schiettent. Ze hadden een grote trekker gebouwd en dat omgebouwd tot een binnenshuizen disco in feite. Lekker krap, lekker gezellig. Maar je kon natuurlijk ook even wachten tot het weer donker werd. Dan komen weer de vuurspuwers. Of je punt wat van je af bij een van de wat grotere tenten. Of je drumt en beest erop los tot in de late uurtjes. Het kan allemaal. De volgende ochtend. Ja, ik zat achter, of eigenlijk voor, een stel mensen met veel te veel coke op, veel te veel fantasie en een akoestische gitaar. Dus ik had barsterig geslapen. Dus er ging wel wat eten en wat koffie in voordat ik weer een beetje mens werd. Maar gelukkig zag ik ook alweer een aantal bekenden. Ik zie daar Kim Klunder, ik zie daar Roelof en zijn broer. Dat waren dus degenen die het spits afbeten met de band. Ze hadden een paar nummers ingestudeerd in de coronatijd en brachten dat hier ten gehore. Sorry, ik moest nog even een kopje koffie tussendoor. Ik zei al, slechte nacht gehad. Maar jongens, laten we lekker voor start gaan. Fucking Vogelpop 2022! Bleek dat eigenlijk het tentje van de ondergrondse toch al populair was bij de mensen waar ik mee was in ieder geval. Lekkere punk, lekkere rock'n'roll, beetje metal. Niet verkeerd. Maar natuurlijk kon je ook gewoon af en toe even rust nemen. Lekker nou, naar de skaters kijken of een beetje over het terrein heen wandelen. Hier en daar wat merchandise, etenstentjes, artistieke types zoals deze. En mensen die gewoon lekker naar andere mensen kijken. Wat ik al zei, er loopt van alles rond. Altijd leuk om te kijken. Maar je komt natuurlijk in eerste instantie voor de muziek. Dus lekker door. Of, nou ja, als je een beetje wat milder wil. Een nieuw wavebandje. Met de gevraagde opblaaskrokodil. Als je singer-songwriter wil, deze jongen zat op een punkpodium singer-song te writen. Waar de PA niet echt voor geschikt was. Deze mannen daarentegen klonk het alweer een stuk beter bij. Wat etaleert dat Limburgers ook best kunnen schreeuwen.
en na de inwendige mens te verwend te hebben, de genoten te hebben van het uitzicht. En meteen gingen we weer door naar de gebruikelijke herrie. Sommigen die waren een beetje recalcitrant geworden en begonnen met spullen te gooien. Het is immers een festival. Maar je kan het ook rustig vanaf een van de schafotten bekijken, zoals deze jongen hier. En dan heb je een heel mooi totaal overzicht van het festival zelf. Daar is de trekker. Of je kan nog meer privacy opzoeken door een lekker rustig plekje op te zoeken op het festival. Of je kan kijken naar mensen die de privacy opzoeken. Of weer op zoek naar een etenstandje of naar de koffie. Want ja, een hele dag biertjes, het was dorstig weer. Wel voor de artiesten. Hey, dag Roelof. Hallo. Of de mensen die keken. Maar gelukkig, ik heb geen gekke dingen gezien. Het is allemaal goed verlopen en iedereen heeft het volgens mij uitermate naar zijn zin gehad. Maar je ziet het al aan de jongeman hiervoor. Naarmate de uurtjes vorderen, ja, word je misschien toch wat lomer. Dus gelukkig waren de mannen van Hamerhaai daar om ons weer een beetje, ja, peper in den achterwerk te bezorgen. Detail trouwens, de bassist heb ik nooit anders gezien dan met joggingbroek. De drummer is een leraar. En de gitarist die zat ook nog in een ander bandje, Stinkend Rijg. Maar dit klinkt ook niet vies. Ondertussen, terwijl andere mensen weer verder skaten, gaan wij lekker tot in de late uurtjes door met het lawaai. Roelof. Wordt het toch nog gezellig. Dag Martijn. Dag mij. Of je kon ervoor kiezen om nog naar een van de andere bands achter te gaan, waar trouwens een hele mooie boom stond, met een boomhut erin, met een badkuip, met jawel, lekkere eucalyptuswater, dus ook nog even gebadderd, daarna lekker geskaat met deze jongelui. Maar als je daar flauw van werd, dan kon je ook altijd nog de elektronische kant op. In bijvoorbeeld deze drum and bass tent, of zat je liever in het groen? Dan koos je toch een andere drum and bass tent, zoals deze. Of dit was een ander moment, ik heb geen idee. Of je gaat lekker rustig het terrein verlaten. Maar dat komt natuurlijk niet, want we hebben nog deze man. Mr. Skolnick. Zijn laatste optreden. Oh, verdomme, wat maakte die jongen er een feest van? En dan waren we alweer aan het einde van dit filmpje. Daarna lekker gaan slapen, de volgende dag inpakken en de rest van de week brak. Ook nog een beetje gekneusd. Dus wat ik al zei, de gevraagde krokodil is ook mijn kant uitgekomen. Met een vrij grote brede vent onder de tatoeages eraan vast. Die een aanloopje had genomen en mij per ongeluk heeft geraakt met de elleboog hier. In plaats van met de krokodil. Dus ik heb er nog een beetje kneuzingen bij ook, geloof ik. Maar mag de pret niet drukken, het was gezellig. En zoals ik al zei, de laatste Mr. Skolnick, die jongen die kennen we ook al jaren. En die houdt er dus mee op. En ik wou zeggen nog hartelijk bedankt voor al die jaren. Lekkere, fantastische, fijne, cheesy, orgel, fucking medleys en met ballen erin. Jongens, als jullie hem nog nooit live hebben gezien, kan dus ook niet meer. Pech voor jullie. Nou, dat was het voor deze aflevering. Heeft alweer lang genoeg geduurd. Vind je het leuk wat we doen op social media, dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen bij ons aan de Ammerstraat nummer 3. Of je spullen in te leveren aan de Oslokade nummer 1. Bij de gezitte Wit en Kampen voor al uw winkelen en brenggenot. Jongens, nogmaals hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Cheerio.